Maar we beginnen 0-6-11 weekend in Amsterdam, waar vrijdagmiddag de recherche een inval doet op de redactie van het actieblad Ravage. Daar zou zich bewijsmateriaal bevinden met betrekking tot een onlangs in Arnhem gepleegde bomaanslag. Sympathisanten beletten echter de rechercheurs het pand te verlaten. De mobiele eenheid wordt ingezet om de vier agenten te ontzetten. Een buurtbewoonster ziet de bui al hangen en brengt haar auto in veiligheid. Omdat de weg is afgezet, moet ze vlak langs de groep met stenen bewapende activisten. Vastgehouden in die zin worden ze vastgehouden omdat ze een inval hebben gedaan bij het blad Ravage, wat één keer in de 14 dagen verschijnt. Wordt lid van het blad trouwens, goed blad. En die schijnen informatie te hebben over iets wat wij ook niet weten wat precies waarom. En die hebben daar spullen weggehaald, dat hebben we ontdekt om wat terug kunnen krijgen. En nu houden we hun tegen met de andere spullen die ze mee willen nemen. Zij zelf mogen weg, helemaal geen probleem, maar ze moeten met de spullen van ons spullen afblijven. En stel nou dat de politie voet bij stuk houdt. Dan gaan wij met z'n allen hier rustig omheen staan en dan zullen zij moeten meppen, want wij gaan niet weg met dat bericht. Als u hier niets te zoeken heeft, alleen maar komt om te kijken, dan moet u adviseren om hier niet te blijven staan en weg te gaan. We gaan vandaag optreden en u loopt dan alleen maar in de weg. Dus even voor uw eigen veiligheid, gaat u hier weg. Op deze manier wordt de uitgave van een blad gewoon totaal onmogelijk gemaakt. Allerlei groeperingen, andere organisaties die in ditzelfde gebouw zitten, daar worden de spullen van in beslag genomen. Terwijl er geen enkele aanleiding voor is. Er is gewoon geen enkel bewijs dat er iets zou zijn in verband met de aanslag in Arnhem. Het is gewoon totale kolde. De activisten weigeren de rechercheurs die nog steeds in het gebouw vastgehouden worden te laten gaan. Omdat de onderhandelingen met de politie op niets uitlopen, gaat de mobiele eenheid tot actie over. Als de activisten voor de deur van de redactie zijn weggeslagen, kan de politie haar collega's bevrijden. Met de in beslag genomen spullen verlaten de rechercheurs eindelijk de redactie van Ravage. De politie onderzoekt momenteel het in beslag genomen materiaal.